Evert, welke spits uit de Jupiler Pro League kan je vergelijken met Wesley Song? Oeh, dat is echt een moeilijke vraag. Wesley Song is een type van begin jaren 2000. Dat maken ze nu niet meer. Hè? Uh, ik denk Suzuki of Klaus. Welkom bij Mietnit, de wekelijkse voetbalpodcast van Friends of Sports. En vanaf vandaag te bekijken op Play Sports. Welkom ook aan onze special guest van deze week: uh, Ereburger van Dinoven. Ja. Bondscoach van onze U19. Ja. En vader van onder andere Emi Song. Ja, ik wist Wesley dat het dat te lang duurt. Hoe lang zijn we bezig? Maar die zijn we er wel al. 30 seconden. al vooruit. Nu zijn we er wel al. Vanaf. Bij de, de Ways hebben net een bericht gestuurd. Veel okay. succes met de podcast. Nee, dat heb ik haar niet gezegd, Wesley. Opgegroeid in een café? Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik heb ooit gezegd... Ik heb er 18 jaar gewoond. Als ik daar een boek zou over schrijven... En ik doe dat samen met mijn broer... En met een goede vriend die mij van jongs af aan kent... Geloven de mensen niet... Of gaan ze nooit geloven wat er in een boek staat. Oké. Okay. Maar we moeten misschien nu een teaser knallen. Zodat mensen geïnteresseerd gaan zijn in een boek. Dat is toch, als je in een café wordt opgegroeid, ga je nooit slapen? Ik heb dingen gezien dat, je, dat ik eigenlijk niet zou mogen zien. En ik heb dingen gehoord dat je eigenlijk als kind niet zou mogen horen. Oké, okay. dat is genoeg. Vuile dingen. Uh, alles. Ja, dat is ook logisch. In, in een volkscafé neem ik dan aan dat was. Ja, daar gebeurt ook gewoon alles. Zo zou je het kunnen samenvatten, ja. Maar je hebt daar dan waarschijnlijk ook dingen gedaan. Je eerste liefdes en zo opgescharreld. Eigenlijk niet, Nee, echt liefjes? Nee, 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 nee. Maar jij voetbalde toen wel al? Ja. was dan zo, alle stamgasten waren dan zo Super best die zonk van. Ik ging niet mee naar je matchen. je moet rekenen, ik heb tot mijn zestiende bij VK Nino gevoetbald. Dus zo, wat was dat niet, hè? Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je moeder een café heeft, dat de stamgasten wel eens een beetje familie is. dat je daar mee opgroeit. Die wisten dat, mijn broer en ik, wij waren elke dag aan het shotten. Elke dag, hè? Dus wij hadden een, een poort en die diende naar school. Maar naast die poort wa was een raam en vroeger was er nog enkel glas. Dubbel dat, best <laughs> dat bestond niet. Hè? Dus je moet je eens afvragen hoeveel keer per jaar dat die ruit had. En ze wisten dat. Hè? Dus jij moet eigenlijk nog een paar honderd ruiten terugbetalen. Bah, ik kan dat niet meer terugbetalen, dat gaat niet. Je ja, kon er altijd karton van, van maken, toch? Uh, ja, maar dat werd zo afgeplakt hè, vroeger. Hè? <laughs> Diegene, hè? Dat was nog kennen met, met mastiek, noemden ze dat. Mastiek is zo'n soort... Ja, toen werd een ruit, enkel glas daar, mooi ingepast en werd dat afgeplakt met een soort mastiek, noemen wij dat dan. Ik weet niet, het, het mooie Nederlandse het woord zal een soort rubberachtige stof zijn, dat nadien hard wordt. En zo plaats je raam, hè. Maar ja, goed, dat moest dan gemaakt worden op maat, zo'n uh, raam, hè. Je, hebt, je hebt één broer, hè? Ja. Wordt je altijd beter dan die broer? Ja. Maar hij is jonger? Of ouder? Hij is drie jaar uh, jonger. Nee, dan moest je voor nadenken. Nee, nee, nee. En ik was aan het denken, in wat was hij nu beter dan ik? Playstation waarschijnlijk toen al, Atari, Sega, of wat hadden we niet, maar flipperkasten, bingo, <laughs> uh, dat soort dingen dat je niet allemaal onder controle hebt. Dat was hij uh, allemaal... Dus, het is, maar ja, ja wel, Playstation heb PlayStation wel wel onder controle, maar... Hij verschrikkelijk, had veel geluk. Nee, 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 verschrikkelijk hoe dat uh, Ja... Om... Ook een soort haven had hij zeker in zoiets. Normaal gezien ja. is, de, is de jongere van de twee de betere voetballer, omdat hij dingen kan leren van zijn oudere ja, broer. Ja, dat, dat is toch het verhaal. De oudere broer pakte hem ja. te snel mee, eigenlijk zeg maar. Hij moest tegen te grote jongens spelen. Bij jullie dus maar niet. ik deed dat ook al. Mijn vrienden zijn allemaal uh, ouder dan ik. Uh. Allemaal. Minstens twee, drie, vier jaar. Mijn broer, ook goed, hè. die deed altijd met ons mee en alles. Maar dat was niet zo'n doorzetter. Niet zo iemand die altijd ten beste wou zijn. Ja, ik denk, als jij vroeger iets deed, wilde jij de beste zijn. Wat ga je in alles winnen? Maar ik had wel eerst twee zussen. Ja, maar ja, je leert daarvan toch ook dingen? Valspelen. Bijvoorbeeld. Dat dat ja, maar ja. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Want ik vind, je moet nu niet zeggen dat je dat nooit niet gedaan hebt. Want ik zie in je overdag <laughs> zo denken. Nee, als ik die, dat van één iemand geloof, zou het nog wel even. Ik, ik ga hier de Goede heiligen uitdanken. Nee, nee de mensen die dat zeggen, die, die vroeger aan sport hebben gedaan en die niet zo getrist zijn om te winnen, dat zijn leugenaars. Ja, dat is waar. Geloof <laughs> mij eerlijk, dat kan niet. Iedereen, dat zit in bloed, bedriegen. Ja, ik heb bedriegen om, om kaartspelletjes met oudere, met oudere mensen in café. Ja, maar jij zat daar als enigste nuchter dan waarschijnlijk ook. Hè? Ja, nee, nee, pas op. Want, nee. Soms was al op zondagmorgen, hè, maar die ah, deden ja. bijvoorbeeld tekens naar elkaar. Hè. Ik had dat toen nog niet door, hè. ik was al ah, ja, ja. tien jaar of zo. Ik zat daarnaast hè, om te, dingen te leren. Dus daar leerde ik al dingsjes, trucjes <laughs> dat ze dit deden of zo, of, of harten, of... <laughs> Dat soort dingen. En zo trash talk op een voetbalveld, heb je dat ook geleerd op café dan? Dat leert je op een veld, denk ik. Ja, maar op café ook. Ja? Ik heb me nooit laten doen, nooit. Maar maar dat, ja, hoe, daar... hoe trash talkt je op een veld? Die Naast die een pint gaat binnenkomen, hé, hey, uw moeder jongen, wat zou je dat daar leren? Ja, scherp zijn, objectief ook... zijn, goed met tong, rat van tong zijn. Ja, ja, ja ik dat in café denk mijn, ik. Broer is dat, mijn broer is dat. ik vind dat mijn, mijn broer dat eigenlijk nog meer heeft. Ja. Oké. Okay. Komt uit uh, het café ook de liefde voor darts? Ja. Dat deed je dan ook de hele tijd? Ja, van kind af aan. Ik stond... Uh, ik, ja, ik kon nog niet aan boord. Dus wat deden wij? wij um, ik speelde soms tegen um, echt waar volwassen mensen. En ik stond op mijn stoel. Ah, om ja. even groot te zijn. Of op een verhoog. En uh, om, om mijn pijlen. Dus wij maakten een rijtje stoelen. En daar gooide ik op. En dan kon ik de pijltjes eraf pakken, anders dat ging dat niet. Hè. <laughs> dus zo, zo ben ik begonnen. Ja. En als, ik, als, je nu, als je nu een paar maanden zou trainen, zou je dan tegen zo'n Van den Berg een keer mee wat geluk kunnen winnen? Maar dat is nou, nu ik, dingen, dat is wel, alleen ik, Dingen dat ik met een vriend had besproken, die, die heeft daar redelijk talent voor. Als die nu zegt, twee jaar, als ik twee jaar loon geef, onmogelijk. Waarom niet? Man, als hij acht uur per dag pijltjes... Die, die mannen zijn er al bezig. Die mannen zijn al bezig van in hun jeugd. Dus, jij denkt dat iemand twee jaar iets gaat. Iets die gaat Omd goed zijn. Omdat het echt een, een, toch een zwaar mentale sport is. Ja, maar niet alleen dat. Het is ook techniek, hè? -e je... ik, ik, ik heb gespeeld ja, met Kim het... Huibrechts. Mm -hmm. vorig jaar voor sport. Zaten wij online. Uh, fantastische dingen. Ik dacht Cafésport was. Wauw. Ik kende dat ook allemaal. Het ja. een beter dan het andere. En ik had jaren. jaren niet gespeeld. Dart hè. jaren hè? Ik heb twee keer gegooid. Twee uurtjes en dan zat er weer in. Maar dat kwam omdat dat, ik weet wat ik moet doen. Van vroeger, wat mijn beste worp is. Het gevoel, hoe dat je pijltje vastpakt. Want iedereen doet het op een andere manier. Maar, maar ja, het is, het is altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde trainen op een stoel. Dit. Altijd dezelfde beweging. Uh, hulpstukken gebruiken. Spelletjes spelen. Uitgooien naar, naar, de, naar de favoriete dubbels. Uh, tellen. Zeer Heel belangrijk zo, in Dart. Uh, ja. Zeker als je goed wordt. Want uh, mijn ex-schoonbroer heeft ooit de finale van een beker van België verloren. En ik, ja, ja, en ik speelde met hem bijna wekelijks. En uh, ja, ik kon daar af en toe eens een paar spelletjes tegen winnen. Maar dat was 10-3, 10-2, 10-4, 10-5 een keer. Ik denk zeldzaam dat ik daar iets uh, tegen gewonnen heb. Zeldzaam. Gewoon omdat die, die was er al met, ook met Van Jongs af al mee bezig. En ik heb eigenlijk een klein jaar in Aalst, in de hoogste competitie in België, gespeeld. Maar dat weten niet veel mensen. Wat dat niet mocht? Um, ik had toen een blessure. Um, en toen heb ik gedacht van, ja, ik kan toch niks doen. Uh, ik ga terug oppakken, darts, en elke dag trainen. Ik, en dat is echt waar, hè. Dus mijn, oudste, dag, zoon, mijn oudste zoon was... Uh, een huilbaby, dus van jongs af aan al wenen, wenen, wenen. We hadden dus een draagzak gekocht. En ik gooide pijltjes en hij, ik draaide die met zijn gezicht naar een dartblok. En ik gooide elke dag, hè, elke dag, een uur, anderhalf uur, twee uur. Ik deed dat gewoon en die viel in slaap en dan legden wij die in zijn bed. Ja, dat dus is echt belachelijk. Die vond dat dat mag, dat die pluimjes zo... Ja, ik kan me voorstellen. Op een gegeven moment zag je dat koppen gegaan en zat, tjoek, en die was weg. Zet je nu ook nog altijd een darts op om te wisselen? Nee, 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 dat doe die andere dingen nu. Heb <laughs> je nooit zelf gedacht om een café op te doen? Nee, absoluut niet. Carrière? Absoluut dat nee. mij niet echt, Ik denk echt wel dat je een goede cafébaas zou zijn. Ik nee, zou, absoluut niet. Ik zou niet. graag bij u nee. komen. Nee. Je hebt me daarnet al eens in zijn anekdote verteld dat Charmezanger misschien wel... Ja, dat wel. Ja. Dat heb ik altijd willen worden. Ja. ja? Entertainer, ja. Ik denk dat dat bij mij in bloed zit, omdat ik dat van in een café al heb. Mijn broer en ik wij deden Europe, de final countdown. Op zondagavond met een tennisraket. Uh, wij stonden op de tafel, de mensen zetten een liedje op en wij pakten ons tennisraket. Ik denk dat we vijf, zes jaar waren. En wij zongen van de final countdown met de tennisraket. It's the fun. Huh? Dus ik denk dat er eigenlijk een beetje geboren in zit. Maar een goede cafébaas absoluut niet. Mijn moeder heeft dat 44 jaar gedaan. 44 jaar. Oh, of 43, ja. moet, moet een jaar missen. Maar in ieder geval, Daar gaan we niet op pakken. Hoe dat die dat... Ik, ik versta het nog niet. Maar die... Dat, en dat is een vrouw, hè. Ik bedoel... Een, ik denk dat een man tegen Zatterik en rapper agressief gaat. Een vrouw ja. die pakt dat veel, veel beter aan, vind ik. Gaat tegen de rest. De andere mannen die ook niet rapper verdedigen. Ja, de rest, ja dat misschien wel. Ja, dat, ik, 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 ik heb het eigenlijk niet zo gezien, maar dat kan wel, een, een, kan wel zijn, ja. Um, we gaan nu vragen om een liedje van John Terra te zingen. Dat je blijkbaar tijdens extra time op de voorbereiding soms is zing. Ja, maar ik... Uh, ik... Dus je zijn een showman. Ja, ik ken al repertoire's, hè, van, uh, maar wij doen dat onder vrienden. Hè. Ik heb die moeten opzoeken, hè? John Terra. Alleen man, nog John Terra. Ik heb nog nooit Tara. van gehoord. de, de, de dacht dat het zonlicht niet meer scheen. Als je dat niet kent, dan... Uh... Ja, zing het is Ik zal dus nee, nog maar het maar dat vind ik eigenlijk niet... Dat is niet zijn beste. Ja, jawel, dat is dat zijn bekendste, maar, maar je hebt ook nog... Is er een ander tussen jou en mij? Prachtig, toch? Uh, je gaat het echt waar, je gaat het echt niet zingen. Ik ken er echt niks van. Uh, dat begint zo... Weten ze thuis dat we samen zijn? Mm, nooit mag ik jou daar komen halen. Kent jij Iedere... dat echt, even? Nee, afspraak is geheim. Nee? Oké. Okay. Nee. Nee, de... Het opvallende was wel dat... De... Dat liedje, Wesley zette dat in en Frankie van der Elst, die voelde dat perfect aan. En Frankie komt ook uit Café way. Ja. maar dat is een ja. Lombeek. Hij ja, heeft tien jaar in café gewoond. En dat is, ik ging slapen met liedjes. Hè? Dus als, als je ja, ja. moet rekenen, de jukebox, ja, dat was er toen nog niet, een cd-speler of zo in de jaren tachtig. Toen uh, ging ik slapen, maar elke dag stond de jukebox op. Hè? Ja, ja. Dus ik ging slapen en ik hoorde dat... Hè? Alle, alle liedjes, 60, 70 tachtig. We zitten nu, ja, dat was zo. Ja, nee, ik vind het goed. Ja, ik, vind ik heb hem gegoogeld, dat... he. ondertussen weet ik er iets van. Da, da, Hij en... had ambitieuze plannen heb... in 2020, ik, stond er. Ik, dat is wel jammer. Maar... Ik, ik, ik zal u iets zeggen, ik heb hem. Ik ga zeggen, ontmoet. Nee, nee, Je ja, ik hebt ik heb ik <laughs> ik heb heb er een heb handtekening van, nee, 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 nee. Ik heb hem vorig jaar zien optreden, of niet het jaar daarvoor, op de Gentse feesten. Op een namiddag, mijn madame heeft lang gestudeerd in, 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 op de Gentse feesten. Uh, in Gent, sorry. En op de Gentse feesten was hij aan het optreden. En ze zei op een namiddag, zouden we niet naar de Gentse feesten gaan? Ik dacht, ja, met al dat volk, dat kan ik niet maken. Ik zei, die mensen, uh, alle, toch gedaan, goed weer. En hij was aan het optreden en ik hoorde... Ik zei, ja, ik, ik moet dat eens gezien hebben. Hè. Ja. En... Je werd blij. Uh, ja, ja er, er kwamen zo wat liedjes terug, maar, uh... maar... je hebt niet, niet naar de... Meneer Terra. Nee, maar ik, ik ken de Willy Sommers goed, hè. De Willy, de Willy ken ik heel goed. Uh, we zitten elk jaar samen uh, aan, uh, aan de zee op strand met de kinderen. Zijn zoon voetbalt ook bij Dender. Mijn zoon voetbalt dan ook. Die is die maar twee jaar. Dus die shotten altijd met elkaar en, of het sportstrand? Ja, Op het sportstrand in de dingen en in de pannen. <laughs> in de pannen. Uh, ik heb, ja, ik heb uh, u daar al iets Ja, ja. En uh, ja, zo, zo, zo ja. Ik weet ook niet hoe dat, dat allemaal gekomen is. Genoeg over het café. Hij is van vele markten thuis. Ja. maar dat entertainende sluit natuurlijk ook aan bij zijn carrière als voetballer. Want een spits is een entertainer. Uh, ja, maar ik zou dan eerder denken bij de Saltos. Ik, na de goal. Ik, zodat ik, maar... extra. Nee? Ja, je... nee? Nee, nee, dus jij, dan kunt je nee. nee, nee. Niet Heb jij ook vroeger voetbal of niet? Uh, Halfjaartje. Oké. Okay. En als <laughs> je op het voetbalveld... Als je zou zelf mogen kiezen, waar wil je dan staan? Uh, ja, van voren. Ja. Ja, waarom? Ja, daar gaat het om. Nee, nee, waarom? Ja, omdat het daarom gaat. Omdat je goalen wil maken? Ja, en goal maken is het schoonste gevoel dus, dat dus, er is. Dus, je kunt echt kinderen van jongs af aan... Kunnen al zien wat ze willen worden hè, als ze op een voetbalveld staan. Dat je hebt waar. kinderen die dus automatisch... He, die gaan van achter staan, die gaan naar de goal, die gaan. Nee, dat is waar, maar ik, ik heb jeugdtraining gedaan. En dat is echt, hoe jonger die zijn, Je gooit daar een bal naar. En je moet, meer moet je niet doen om te zien of ze goed zijn en, en wat, wat ze willen staan. Daar heb ik het mee eens. Uh, ik heb uh, drie jaar mijn eigen zoon getraind in de onderbouw. Omdat ja, ik liep daar elke, elke training. Was ik gaan kijken en aan de deur zei ze, wilde jij dat jij dan niet doen. Ik zei, ja, oké, okay. ben je nu toch? Moest me wel een beetje bevragen, want ja, die kleintjes, dat is niet zoals dat je uh, tieners. Dat is, nee, is... Of volwassenen trein, dat is ook. En uh, ja, je speelt eigenlijk in een ruitje of dat wordt zo voorgeschreven. Ja, ik verander dat trek, hè? <laughs> ja, ja. Dat's, dat's, dat's diep... Dat is niet de bedoeling. Jawel, jawel, wel. Ja, wel, wel. Wacht, 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 wacht. Maar dat wordt van de voetbalbond opgelegd. Hè? Nee, maar de voetbal moet, moet toch niet altijd alles. Dat vind ik nu zo verschrikkelijk wat dat je nu zegt. Dus Zijn jij doet altijd alles wat ze zeggen. <laughs> nee, nee, zeker niet. Maar, ah, ik... dus... maar wel als ik het aan een kind zou moeten nee, aanleren. Nee, nee, fout, fout. Oké, okay, maar ik had geen ervaring om. om je iets moet een te kind leren. laten nadenken. Er zijn twee dingetjes. Bij de onderbouw heb je het feit dat een kieperke mag zelf indribbelen. Mm -hmm. Als jij een ruitje speelt, wat gebeurt er dan? Hij ah, nee, moet op zelf op zijn indribbelen. Laatste he? Zeg het eens. Die loopt op zijn laatste man. Dankjewel. Dus wat moet je doen? Die laatste man daar wegtrekken. En hoe moet je dat dan doen? Een vierkant. Alstublieft. Wesley, dat zegt de voetbalbond ook, hè? Yes. Nee, nee, in die en tijd. Ah, bij ik, mij, dat was bij mij ook. De twee moet opzij gaan, dat ze het dat ja, kunnen. Ja, nee nee, 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 nee. Niet zo, de twee moet opzij gaan. Nee, nee, nee. nee, nee. Je moet zo. dit gaan doen. En, hè? en je beste moet je verachten zodat die kunnen indribbelen. Nee, ook niet. Je moet iedereen overal zijn. Oh, <laughs> man. <Zalman. laughs> je moet toch iedereen overal maar triggeren? Wesley, hij, heeft, hij heeft zijn diploma gehad van jeugdtrainer. Is het ja, maar ja, maar hij passen. ook, denk ik, hè? Boah, ik heb pro, ik een heb, ik heb pro-license diploma op dit moment. Als het ja. niet zo zou zijn, hebben wil we de wilde scoop vast. Dat... <laughs> je hebt sowieso vals gespeeld, denk ik nu. <laughs> nee, ik speel niet vals. Zeker niet op dat gebied. Dat examen van de pro-license, dat toch een beetje. Hè? Nee, 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 toch niet. <laughs> ik heb een leuke vraag van David. Uh, heb je nog een hart voor RWDM? Uh, niet speciaal, nee. Allee, jong. Daar heb je toch veel aan te danken? Uh, ik heb veel aan mezelf te danken. <laughs> Ja, <laughs> ik, sorry, ik snap ik het. Maar ik snap wat ik bedoel. Maar dat, dat klinkt om... altijd ja. arrogant, maar dat ja. is niet. Ik, ik bedoel... Allee... natuurlijk ja, heb, heb, heb ik dingen aan RwDM te denken Maar dan moet ik gaan specifieker zijn. Dan moet ik zeggen, ja, ik heb alles te danken aan Daniel dan dan Renders. En aan ja. Eddie de Bolle. En aan Guy van der Smissen. En, en aan mijn ploegmaat. En aan Mark de Grijze. Ja, dan moet ik niet meer een ploeg opnoemen. Hè, dan moet ik mensen opnoemen. Want het zijn die mensen die in u geloven. Ja. Het zijn een club... Bestaat uit individuen die iets opmerken in u. Ja, iemand is u toch in Ninoven komen weghalen? Nee, ik heb eigenlijk zelf een test gevraagd. Echt? Ja, is, is echt? Dan waar. heb je wel echt alles aan jezelf te, denken, te danken. Ja, dus op een gegeven moment. Het ik, ik, um, probleem van mezelf, en ik zie dat nu bij mijn zoon ook. Ik was een, klein, een kleine geblokte. Ik ben dat nu nog altijd. Maar ik <laughs> kreeg mijn groeiskeut eigenlijk uh, te laat. Dus ik, ik groeide eigenlijk als 14, 15 jaren eerst in de breedte. Waarbij het ook en ik, als ik foto's van, me, van mezelf terugzie, snap ik dat ook wel. Uh, ik was altijd de beste en de snelste in het lopen. In, in onder de 14, 13, 14. En toen kreeg ik het probleem met mijn gewicht. Uh, en dat, dat leek niet meer zo. Ja, te dik. Dat was een van mijn bijnamen ook vroeger. Hey, Dikken. Hey, dikke. Bij ons zeggen ze dat. Hey, dikke. En, uh, toen uh, speelde ik eens een, een, een toernooi ergens waar RDM ook was. En die zagen mij spelen. Um, maar ik denk een probleem dat ze, dat ze het waarschijnlijk dacht dat ik niet fit genoeg was ja. totdat ik uh, zelf uh, dan via iemand een test had afgedwongen op een toernooi een wedstrijd, ik kan het nooit niet vergeten en ik werd daar topscorer met een goal of 10 11 op een, op een paar wedstrijden maar ook nog een beetje te ik was nog in mijn groei hè. ik, kon daar, niet ik kon daar niet aan doen hè. Ik, kon daar, ik, kon daar niet, ik kon daar niet aan doen dat was mijn natuur en en uh... En toen hebben we gezegd: Oké. Okay. En toen is bij mij ook de knop aangegaan van: Oké, okay, we gaan hier wel een beetje anders moeten gaan leven. Ik ging toen ook naar sportschool, deed veel meer sport, werd slanker, fitter, sneller. Uh, ja, en van het een kwam het ander en toen ging dat wel in stijgende lijn. Ja. Oké, okay. ik, ik ken school nu school echt alleen slanker. maar als. Ik al ben Spits. Allee, maar ik moet nu wel zeggen: bij het, bij het inlezen. Ik herinner me wel nog een verhaal, ik wist niet dat jij daarbij was, met de vier wissels. Ja, ik Had was de derde. Op... Uh, ja, dat weet ik niet. Fred van der niet, maar... Bist, uh, assistent van de, van de Waterfranken was de vierde. En dat was de keeper? Nee. Want het was toch drie spelers en de keeper? Hè? Ja, de tweede. Dus de eerste was een speler, was dan nu Rashid Bajouf Bayouf of zoiets? heette Die die kwam eerst erop, of die werd eraf gehaald. tweede was de keeper, Dirk Rosé. Maar toen hadden wij, dat was, met die, dat was toen net veranderd, dat je ja. zo drie... Ja, net. Drie, ja, drie. Paar en, dan, jaar bijvoorbeeld, man. en dan ene mijn, of een keeper ook nog die mocht. En dat was dan de Dirk Rosé die eruit ging. En ik ga het nooit vergeten. Dus wij winnen daar 0-2. Mijn eerste match ooit op Ponderlicht. Dat, dat, <laughs> mijn droom. 0-2 winnen. En toen komt uh, iemand de kleedkamer binnen bij ons. Ja, die, toch? Ja, en die zei, ja, dat was na de match. Hè, ja, ja. Die, maar eigenlijk was de scheidsrechter zijn fout. Ja, ja. Ja, 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 wel, ja okay, ik ja. heb dat achteraf gehoord. Omdat hij had moeten zeggen, nee, dat mag niet meer. Dus Frederik van der Biest mocht niet meer op het veld komen. Dat mag niet. Dus dat was eigenlijk een fout van hun. Maar en nu alle credits voor Michel Verschuren kwamen binnen <laughs> en op een gegeven moment zei iemand, ja, uh, je verliest de match voor uh, René van der Rijken stond in de gang, want hij was trainer van onder. Die zei: oh, Ze hebben vier wissels gedaan. Dat mag niet zo typisch, René. <laughs> ja, 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 ja. Maar ik ken René ook een beetje. En het grappige was: Michel Verschuur die kwam in ons kleedkamer binnen. En die zei: Jongens, je hebt, uh, je hebt het verdiend. We gaan geen klacht indienen. Je verdient de drie punten. En denk ik Wauw, jong. Maar ja, ik was juist mijn tweede match ooit op niveau. Ik bedoel. Ik, ik herinner me dat nog, want dan hebben ze een persconferentie gedaan, de dag nadien, Allee, of is het al die van geweest, en er stond in een grote artikel: zo willen we geen kampioen worden. Toen Kijk. was ik wel pissed dat dus ze niet gewoon in drie punten pakken. Wat, wat een grote club. Hoe oud Zwart jij toen? Pff, gaat dat zijn? Zestien? Nee jong. Hoe oud ze jij nu? Nu uh, 32. Ah, je moest dan eens nadenken. nee <laughs> <laughs> ja. hey, dus, jij wordt er negen. Acht of negen dus. Ja. Ah dus ja. Ja, ja kijk, kijk. Dus ja, mijn verbijstering was ook heel groot toen dat Michel Verscheuren daar al in onze kleedkamer, of zelfs in de kleedkamer, kwam zeggen. Ik vond dat wel, wel de max, moet ik eh, toegeven. Ja, want... Ja. Well, ik wou dan graag zeggen, omdat... Bij Jarno Berto zeg je, heb je Anderlecht aangevallen? Dat zij als club klachten hebben? Ja, dat zin. is waar. Dat voilà. is waar. Wie? Correct is correct, nee, Anderlecht <laughs> heeft ooit klachten ingediend, omdat er bij KV Mechelen een speler inwerpte met één arm. En Anderlecht zei, dat is tegen de regels. Of dit volledig terzijde. Verschuren heeft dat goed gemaakt met die vierde wissel toe te laten. Maar Michel, is, hè, Michel Verschuren is daarin zeer correct en direct. Hè? Voilà. Ik vind dat eigenlijk de max. En dan, RWDM zakt. Ja. Maar jij zakt niet mee. Nee. Germinal Hekeren. Je kent het, verhaar, het verhaal. Ja? Maar ik wel van weten, want je gaat eerst naar Germinal Hekeren en dan daarna wordt dat pas GBA. Ja, maar ik ging eigenlijk niet naar Germinal Hekeren. Ah, oké. Okay. Dan ken ik het verhaal niet. Niet volledig, denk ik. Ja, dat is... Ik, um... Op een gegeven moment, um, ja, bij een degradatieploeg schoor ik elf keer. Ja. ja, voor mij, ik speelde maar de elf van de matchen, hè, want ja... Ik en hoe ik... oud werd je toen? Ja, negentien, Ja, voilà. um, ja, nu zouden elf golen in België en nu worden voor 3 miljoen verkocht, he, als je 19 bent. Ja. Eerlijk is eerlijk, hè. Om wel een half jaar later terug, ja, terug te komen en, <laughs> en dan toch in te zien dat het wat moeilijker is dan, dan je denkt. Um, maar um, ik denk toen dat Sint-Truiden... Eigenlijk had de RBDM bijna een deal met sint -Truide. En dat ging toen om 15 miljoen Belgische frank. Boltverzekering. Nu zouden ze zou dat bijna cash op tafel leggen. Hè? Ik denk dat je niet moet betalen. Ja, ja, durf niet meer. Ja. <laughs> en, uh, ik, ik had bijna een deal, maar sint truiden had dat denk ik niet betaald. En achteraf misschien wel goed voor, voor mijn ontwikkeling. En ook niet goed het eerste jaar, omdat ik dan gekozen heb om naar Germel Eker te gaan. Germel Eker was toen een ploeg van allemaal oudere spelers, maar die ja. het allemaal al gezien hadden: Karriganis, Casus, Smits, Bartolomeus, uh, wie zat daar nog bij? Tony Herman, de Sissen Van Ankeren. Haagdoorn al? Uh, de Fons ja. nog niet. Is Fons is. Ja, Fons, ja, Fons ja, Philippe Haagdoorn. Maar okay. ja, nee. okay. um, nou, op zich is dat voor je ontwikkeling toch juist fantastisch? Ja, ja ik ga je zeggen, daar heb ik afgezien, hè. het eerste jaar. Die kapten op hun een hele tijd. Svian Milosevic, geweldige voetballer. Ja. Top, top, top shotter. Uh, dat waren de mannen die daar allemaal zaten. Hè. En ik dacht in het begin, ja... Uh... Kluitzakken. Ja, nee, <laughs> weet je, ik, ik... Ja, ik dacht altijd van, uh, dat gaat wel lukken. ik uh, ben zo iemand die... <laughs> dat gaat wel lukken. Oh, in het begin, toen ik daar trainde, dacht ik, wat is dat hier voor iets? Ja, maar ja, zo'n Severens, die had al, ik weet niet hoeveel meegemaakt. Ja, maar niet alleen de maar gewoon binnenkomt. de manier op training. Heeft, ja. dat was niet normaal. Ja, ja Karagiannis, ik, ja, nee, ik, ik zou niet schoppen nu hè Die schopte nu, ja, ja absoluut. Ja. Ja. Dat is geen probleem voor die mannen. Zo, dingen ook nog, Justin Sanjon op de training. Je liep er al van weg als je hem nog maar zag. <laughs> ja, maar kende jij Justice Samdo ja, en het verhaal van mijn, de biljardballen uh, Die heeft nee. ook een verhaal bij Katsi. Ja, ooit op TV6. Je moet, echt, als je dat ooit nog eens terug kunt zoeken. Ik weet niet of dat op YouTube staat. Of niet, die kopte dus vanop de 11 meter dikke biljardballen van, van een pool. Kopte die in de goal. Koppen, hè? O, echte biljartballen. Ja, biljardballen ja. ja nu, iedereen heeft die reactie. Wat, echte, ja, echte biljardballen dat moet toch mega veel pijn doen? Nee, die, die gast die was niet normaal? hè ja, maar de. Ja, ik zou zelfs denken dat dat fysiek onmogelijk is. Ja, oh ja. Dat dat eerder in zou slagen nee, dan ja. dat je dat, je dat nee, vooruit, nee, ver genoeg vooruit krijgt. Die kopte ja, een bal. Ik, dus, ja, ik geloof ja, nee, nee, maar, van, maar. Waar, Wij stonden dus op tv, met Luc Halo, TV6. Ik kan dat nooit niet vergeten. En wij, TV6 met Luc Halo, en Wij stonden daar op Veldwijkpark. Hè. En, en wij dachten, wat gaat die, wat komen die nu doen? Wat, wat is de bedoeling hiervan? Die kopten dus... Die begon met een, met een voetbal, een volleybal, een basketbal, een rugbybal. En hij is een biljardbal. Ja. <laughs> ja, maar je zal toch zelf ook gekeken hebben van die gaat dat echt doen. Um, dat is toch moet ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, daar we, gaan, we gaan Lucalo ook eens uitnodigen om dat van ja, te Ja, ja. Te maar daar heb je schrik van. En dat was zo'n lieve gast naast het veld. die pakt... Als hij een hand gaf, hè, die, die pakt je, je hand vast. En als je niet zij op het gemak, die neep je zo hard dat je op je knie ging zitten. Beest. Ja, ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Dat is, echt niet, dat is volgens mij de sterkste speler en ook de, ja, ja, de meest schrik aanjagende. Want in het begin had hij zo'n ander op zijn kop. Hè. Ja, dat ja is maar hey, hey, en, en GBA zijn zwaar mannen. Hè. En toen dat, hem, toen dat een jaar GBA werd, toen de spionkop was. Zo, tê, 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 tê. En als ze hem dat hoorden, dat hij een bal. Dan werd hij zot. Die liep gewoon als rechtdoor kapot. <laughs> ja, joh. Ik heb er nog een fantastisch verhaal van, hè, van Justice St. John. Op ja, het is, is het moment om zo'n een random verhaal te Haalst, vertellen, Eendracht ik ga het nooit vergeten. Als je Copa Mundials, van vroeger, hè, Copa Mondial, als je die rubbers daar van onderaf af, af doet, heb je dat al eens gedaan? Nee. Weet je wat daaronder zit? Met alle na nageltjes? of zo? Alsjeblieft. Je hebt precies wel veel van die dingetjes. Hè. Nee. Dus die had dat zo afgesleten, afgeslepen dat die nageltjes daar doorkwamen. <laughs> dus die warmde nop met gewoon schoenen. De controle de nee, dat is niet zoals nu. Hè. Dan ging hij zijn andere schoenen anders dus met die nageltjes, dus juist. Gelukkig is dat twintig jaar geleden. Hè. Dat is Maar kun je gewoon. je voorstellen als hij u raakt? Ja, ik kan er maar iets bij voorstellen. Hè. Ja, Liever een biljartbal besteken, hè? en En hij heeft ooit, dan, ik weet niet wat in die match was, hij kreeg een rode kaart. Absoluut niet verdiend. dat, want dat was, Wenen, hè. Die, weenden, hè, van, die ging van het veld te Wenen. Hè. Dus zo'n lieve gast was dat. Maar het voetbal was het dodelijk. Hè? Die kon je kapot... Allee, kapot... maken, niet, want dat deed hij niet. Maar die, die gaf je zoveel angst. Schitterend. Ja. ja. Als je dan op training daar elke week tegen moet, kun je wel beter Maar op een duur werd dat gewoon. Hè? Je wist ja. dat ook. Hè? Dat die... Ja, je mocht die... Ja, je mocht die niet... Uh... Ja, moet ik het iets... zeggen? Nee, niet zetten, zetten, ja. niet zetten op de training. Dus niet best niet doen. Maar, en dus... niet in duel. Want dat, heeft, dat had toch geen zin. Had je zonder De Grijze en Van der Elst dan ook nog als coach erbij die carrière kunnen maken? Hebben die u echt. Tot Want daar vond ik mij ook als klein mannetje Toen was dat toch interesse van ander licht. Ja, drie. Wacht ik, ik had u zeggen hè. Drie keer zeker. Drie keer. Dus Eén keer heb e ik zelf... Niet de eerste keer dan? Eén keer heb ik zelf geweigerd. Eén keer hebben ze mij verteld. Heb ik... Dat weet ik niet dat dat, dat, uh, wat dat waar is. Dat hij mee het teun is. later mijn bondscoach geweest. mij niet goed genoeg vond op twintigjarige leeftijd. Dat kan je de. Toen zat je in, bij GBA? Ja. Bij GBA of bij Germel. Ik denk bij GBA, ja, ja. met Maardegrij. Uh, niet goed genoeg. Of nog niet goed genoeg, dat kan ook. Uh, tweede keer heb ik zelf geweigerd omdat ik in Ajax zat. En uh, Vind kampioen. Het kampioen geworden. Uh, ten eerste uh, bijna alles gespeeld daar. Ja, Champions dan... League gespeeld, weer Champions League, weer mede voor een titel. Financieel kon Anderlecht dat absoluut niet betalen. Dat is ook geen schande. Uh, dus heb ik geweigerd, heb ik gezegd van nee. Goede stad ook, Amsterdam. redelijk goede stad, ja. <laughs> Kun je wel iets doen. Ja. Uh, en dan uh, een derde keer uh, was na München-Gladbach dat ik. Uh, toen, toen Brugge of het jaar daarvoor? Ja, nee, nee. Toen, toen ik eigenlijk uiteindelijk naar Brugge ben gegaan in augustus, had ik eigenlijk, toen was Frankie Verkouter, was trainer, van Olsbeek was manager. Van de Stok was nog voorzitter en François Collin zat daar ook. Maar dat is toen dan Bocani... Dat weet ik, dat weet dat ik niet meer. Maar in zomaar. ieder geval, het was in orde. Ik zei contractueel, oké, okay, geen probleem. Ah, echt zover al? Ja, ja, ja. Okay. en ik ging op maandag mijn medische testen doen in Gent. En ik moest juist een telefoon krijgen hoe laat dat ik mijn medische testen... En ze hebben nooit meer gebeld. Hè? Tot we zelf gebeld hebben. En en ik had gebeld met Frankie Verkouter, met Van Olsbeek. En die wouden alle twee heel graag dat ik ging komen. Dus er is iets hogerop gebeurd? Waarschijnlijk. Hebben ze dan iemand anders gehad misschien? Dat weet ik niet meer, maar in ieder geval... ik ben We moeten dat in, vinden. En uh, ik ben hier in leggen gegaan. Dat was ook... Uh, ja, dat is eigenlijk kwartier van... 20 uh, ja. minuten van mijn thuis. Ja. Heel gemakkelijk, ploeg die meedoet. Uh, maar dat was ondertussen al, was ik 27 28, denk ik? 28. Of 9, 28. Ne 29 8, als ik naar Brugge ging. Ja, 8 of 29, ja. Okay. Stel, maar Je ziet dat, dus... er, ziet dat er soms dingen beslist worden waar je niks kunt aan doen. Hè? Uh, ik denk zeker in voetbal. Maar overal. Je, ja, je, je carrière als voetballer, dat is meer en meer dat je die niet in de hand hebt. Hè? Jawel. Er zijn heel veel mensen rondom je die eigenlijk beslissen Jawel? wat er gaat gebeuren. Ik vind van niet. Hè? Als jij zegt ik blijf hier, of ja. als je contractueel blijft, als je het leven moeilijk maken, ja. maar je beslist zelf. Wil jij weggaan, dan ga jij weg. Nee, ga dan jij weg. Ja. Dat is wel weer waar. Hè? Ja. Op het moment dat je, dat je bij Beerschot doorbreekt, was Genk toch niet tegen enige geïnteresseerde. Heb jij dan Genk gekozen? Ik, ik, maar op een gegeven moment was, uh, jawel, jawel, was uh, Frankie, die kwam naar mij toe op het einde van het jaar en die zei… Van der Hels nu hè? Ja, Frankie ja. van der Hels, sorry. Nee. Ja. Nee, nee. En uh, Frankie zei tegen mij, ik denk dat het beter is dat je vertrekt, want we krijgen nog iets van u en we zitten hier in moeilijke papieren, maar ja, wist ik veel. Ik was twintig jaar. Nee. Ik had niks gekeken. Maar je wou dus eigenlijk nog wel blijven? Moest. Maar natuurlijk wou ik blijven. Ik speelde met Mardy Grijze, dat was mijn idool. Ik bedoel, we zijn in België. <laughs> dat is wel mooi. Ja, maar dat ja, dat mooi. is... Maar die mensen, die heeft me alles geleerd. Die, die zei, wat, wat, je bent ongeduldig. Je bent dit, je bent dat. Wat, waarom, waarom vertrekt je nu al? Waarom? En die, die zei van, als ik nu de bal heb daar op die positie, dan moet jij zorgen dat ik me draai dat je daar loopt. En ik dacht, ja, ik zal het wel doen, hè. En ik draai dan ineens, die een bal toekt voor mij. <laughs> op de training, op de matchen, dat ik dacht, fuck, die weet al heel goed wat die... En ik luisterde dan aan. Blindelings. Blindelings luister ik naar die mens. Omdat ik zag dat die en ook... Ja, ja, ja tuurlijk. Het is, hij voegde de daad woord. Ja, je, je kunt verhaaltjes vertellen, maar ja. als je dan ja, als je... zegt tegen mij, ja, maar het geduld... Want ja. in het begin zat ik op de bank hè, voor André Demkin. Kent je die nog? Die ja. ken ik niet. <laughs> ja, nee, Ik nee, ja. ken die niet. Sommige namen doen hem een keer in ligt ook, hè? ook, André Demkin en Kortrijk. Demkin een heel goed Demkin, seizoen nee. gehad bij Kortrijk. Kent ah, je hem nog even? Ja, ja, ja. ja maar Hagedor, is... bij Anderlecht en zo, dat, dat is echt al. Dan was ik echt heel klein. Tons dus. was een goeie, hè, man? Ah, ja, doen ja, je ja je dat niet zeker. Studeerij. Dat een goede middenvelder. Dat weet ik, maar. Kijk 95, 96, zo die periode. Ah ja. En de Mark ja, die pakte hem eigenlijk bij de hand. Zoals je het zo zou. Want dat is uh, wel een ding. Want we hebben wel omdat dat online is ook, uh, veel jongere kijkers en luisteraars. Niemand weet eigenlijk hoe goed Mark de Grijs wel was. Hè? Dat is nee, nee, nee. Omdat dat toen ook geen internationale transfers ja. en zo... Hij heeft toch veel minder... Ja, maar ja, die heeft bij Sheffield Wednesday of Sheffield United... Nee, Wednesday, Wednesday. 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 Ja. En bij PSV, wat toen een topploeg was, PSV. Hè, PSV was topploeg. Ja, pas op, want iedereen denkt... Man, nee, maar dat is nu niet... Als ja, dus je dus nu kinderen... zegt, ja, ik heb bij Sheffield Wednesday... De kinderen <laughs> Sheffield wie? Wat? United is toch de ploeg? Nee, nee, Wednesday. <laughs> ja, goed. En daar spelen hebben, en Dan moesten we altijd zo doen, de Mark. Bonk. Ja, lange ballen. Slechte uh, keuze. Ik heb zo'n match gezien. Uh, ja, daar. Wel graven truikens. Ja, ja, ja. ja weet. Weet. Gaan weet. De freak, ja. hè? freak, ja. hè? Ik vind het wel echt cool. <laughs> ik smijt alles weg. Of ik geef alles ja, weg. Dat begrijp ik niet bij ex-voetballers. Maar bon. Ex-voetballers die al hun truikens. Dat, dat is ook niks voor heen, man. Dat is toch? Allee, man, dat is cool. Nee, maar ik snap wel. Voor jezelf stelt dat niks voor. Nee, nee dat is dus wel pas op. Zou je zo naar niet vet vinden om zo door die truitjes te kunnen gaan? Ja, die mannen. En ja. zij stuurt je, je zonde achter die truikens. Ik zeg: ik Ryan, als je iets wil kijken naar die truikens? Hey, bij Dries is het allemaal in de logeerkamer. En als ik daar dan ga slapen, dan ga ik wel door die truikens allemaal. En waar, waar, waar nou, ligt, heeft daar zelf ook wel niks aan? In een doos? Nee, zo in een kast. Nou. Ah ja, dat bedoel ik. Ja, dat stikt ergens weg. Hè. Ja, ja, dat is waar. En wat doe je ermee? Op de deur zegt die vrouw, zegt die rommel, gaat dat toch niet keer wegdoen, hè? Ja, dat is ook zo, ja, hè? Dat, dat kan ik me voorstellen, <laughs> ja. Maar dus, want we zaten bij het fantastische jaar in GBA met de Grijze. Ja. En dan komt Genk, Boskamp als haar trainer. Ja. Belde die je nu zelf dan? Hij hey, kom eens naar, kom uh, naar Genk. Hey, witte. <laughs> ik denk het niet. Hij had daar niet echt iets mee te maken. Ik ging Ik, ging ik moet zeggen, een bos die had oog voor talent. En nog altijd. Ja. <laughs> zegt hij over zichzelf. Dat is mooi. Nee, nee nee ik ben niet ah. met mezelf bezig maar die ja maar eigenlijk nee, maar wel. ik ik, 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 was, ik werd niet bestempeld als talent hè absoluut niet maar die heeft gasten die, die zegt dan nog hè maar met de jeugd is boskamp ongelooflijk ja, maar, maar die, die. die, maar die zei toch ook om. hazard en de bruine zei toch ook ja. al toen dat wij die nog allemaal nog nooit ja, hadden maar, gezien maar, dat is misschien gemakkelijker die kijkt Matje op zeven televisies tegelijk ja. en die zegt zo ik heb daar in Koeweit een match gezien, daar zit een goeie in. Hè. Dan denk wij, ik zeg nog maar iets, geef een voorbeeld, ja, ja. dat kan ook. Ah, oh, dat kan niet. Kan niet. En eerst een jaar of twee later, poets, stond er een gast die, <laughs> die, die, die bij wijze van spreken in Koeweit dan shot was was. is dat is ongelooflijk. Ik weet niet wat dat komt, maar die had dat. Alleen ineens haalde die, die Kora. Ja, Cora. Ja. Die DJ Cora, ik kan je zeggen, die stond niet hier. Die stond tien stappen of tien trappen boven ons. Hè. Die had alles, snelheid, techniek. Waar vista. is die daarna naartoe gegaan? Tottenham. Uh, ja, dat Tottenham? Trap zo'n spoor ja. en dan heeft hem volgens mij ergens, ook saint etienne of zo nog gespeeld. Ja, saint etienne ja. ook. Ja, dat De, was een, een mega, mega goede shotter. Mega ik heb nog een vraag shotter. van Charlie. Heb je nog contact met Dagano? Nee. Um, Bernd Thijs en ik hebben een paar jaar geleden proberen te contacteren. Want we hebben een reunie gedaan een paar jaar geleden, ik denk een jaar of vier geleden, denk ik niks van niks van, uh, niks van gehoord ja, hoe begon daar daaraan? ik zou is je hadden... stopt in Qatar ja en dan proberen via via ja. maar Berend had ooit eens naar Zocora gebeld toen had hem in traps gespeeld want Berend had ook nog in traps gespeeld Just... dan heb je zelfs niet meer wie dat Berend was oh my. <laughs> dat is toch eigenlijk super grappig maar toch niet zeggen dat ook dan redelijk Allee. opvallend figuur ja ook wel ja de song Dagano moet toch ook voor hem een uniek moment geweest zijn in zijn carrière. Dat klinkt te maar ik weet niet hoeveel je, goals. Denk je dat die mens nog één keer aan mij denkt? Ja, tuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Ja, ja, maar dan dat vind, vind ik dat vind toch wel. Ja, dat was toch een fantastische ja, review. Ja. Denk jij ik, nog aan hem? Ik, jawel, jawel, ja, ik, voilà. ik, jawel, toch wel. Want um, ik word daar heel veel. Uh, ja, me, 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 Moet ik dat eigenlijk zeggen? Als het over geen gaat, gaat het toch over dat? Ja, toch heel veel, ja. Ja, gaat ja, die drie titels In toch? In één zin, ja. Eerst de Trooper dan Song Dagano en dan de Bruine Vossen. Ja. Dat is toch? Hey, als je dat als voorlijn hebt, jong, zo'n twee van die ja, bunkers zal ik dan het maar gewerkt, Negatief was, misschien, maar was, was die, die titel het mooiste op sportief vlak. Um, ja, ik zal u ook uitleggen waarom. Als je nu naar, naar, die, naar die lijst terug had, welke gasten dat daar in onze kern zat, dan geloofde niet dat je daarmee kunt kampioen. Spelen. Thijs? Nee, ja, maar dat zijn de, dat zijn de gekenden. Hè? Ja, Tess komt Maar ik kan nu vier, vijf namen opnoemen, dan ga je zeggen: hmm, Ken ik niet. Dat is de eerste championship manager die ik speelde, dus daar ga ik er nog wel veel okay. van kennen. Okay. Dat was dat dus, altijd Brokhuizen? Hans Leenders. Hans Leenders, ja. Nee. <laughs> Kevin van Buren. Ja. Nee. Stefan Teel. Ja. Hey. Marco Ingrau. Die wel, rechts en links. Links, nee, links, links, links. Ja, Een ja. goeie, hè? Nee, Het was... wel. <laughs> uh, ja, ja, dat, dat zijn zo de gasten, jonge gasten, hè. Uh... Ja, maar ook Thijs, ook Skoko. Ja, maar ook. Ja, maar die Schokko was toch ook echt goed? Ja. ja, die was mega goed. En Bernd is een loophonder hè. Dat weten heel we weinig mensen, maar... Um... Maar in dan veel lopen of in goed lopen? In alles. Oké. Okay. Die, die loopt en die loopt en die blijft lopen. Ik heb ooit eens een fysieke test moeten doen in Brugge als hij in speelde. En ik ga naar het ziekenhuis en ze zei, ja, er is nog geen bezig aan het lopen, we gaan een beetje moeten wachten. Ik kan je zeggen, heb je dat ooit eens gedaan, een fysieke test? Met zo'n nee, masker op? Joh, dat Schrikkelijk, moet de hel zijn. Verschrikkelijk ja. is dat hè? Ik kan je zeggen, ik ben geen goede loper. Ik was een intervalloper. Hè? Altijd snel en, en nu ben ik heel snel moe. Uh, <laughs> maar uh, <laughs> maar een Bernd, ik deed de deur open en ik vond, het te piepen, liep de Bernd dat toch niet? Die liep... Die liep gewoon tot 23 per uur. Of uh, ik zeg maar, zeggen je nu zot ontworren of worden? Uh. <laughs> dus dat was een van de weinigen die ik ooit in Duitsland, in Duitsland, met, de, met die gasten, die liep die allemaal verloren op ja, dinsdagmiddag is... in het bos. Allemaal, hè. Allemaal, hè. Je kunt dat niet voorstellen. Dat is nu wel uw beste vriend nog. Nee? Ja. ja. Ik heb redelijk veel contact we dus zitten niet in als ik hem dan ging aanvallen. Nee nee nee, hem... nee, nee, nee. Maar ik, ik hoor hem af en toe nog, maar hij zit in Saudi-Arabië en... Uh, al met Sazi. Evert, ja, 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 Evert, dat ja, moet jij weten. Hè? Ja, Evert, sorry dat ik dat niet weet. Dat, ja, dat uh, vind ik normaal. Ik weet één ding: hij zal daar heel veel geld gaan verdienen. Ja, assistent, <laughs> hè? Ja, oké. Okay. Je gaat toch naar daar voor geld? De uitdaging. Wat? Je gaat naar daar voor geld. Hm, nee? Denk je niet. Wacht, ja, ja oké, okay, zo'n avontuur. Maken. Ik maar snap stel, het dan, Maar Stel dat je nu minder kunt verdienen. En zijn familie en zijn drie kinderen zitten hier. Denkt jij niet dat je hier zou kiezen en voor minder geld speelt? Jawel. Oké, okay, waarom, waarom gaat hij dan naar daar? Voor geld? Nee, <laughs> ik denk niet alleen voor het geld. Ik denk ook om een job te hebben. Ja, ja, om bezig te zijn ja. en in de voetbal te blijven. Ja, en ah ja niet zo, alleen. Okay, nee. Want hij, ja. hij werd genoemd in standaard ja. vorig jaar en hier Zwaar. en dit en dat. Maar die ploeg van Gink van toen is toch gewoon het bewijs als je. Zes, zeven goede shotters die een heel seizoen fit blijven, dat dat genoeg kan zijn in België om het titel was, te pakken. Dat was eigenlijk straf. En dat is ook te danken aan, aan het trein, maar ook aan de medische staf toen in Genk, die toen al veel en veel verder stond dan alle andere medische staffen die, die ik gekend heb. Um, vind ik dat, dat de medische staf in Genk toen ja, ons allemaal fit heeft. Ik, ik versta zelf niet goed. Ik versta ze al, want... Evert, ik wil u een herkansing geven. Okay, om iets goed. Een quizvraagje. Het is nodig, het is nodig. Een ja. zwak beeld, hè. Swesley werd twee keer topschitter in België? Klopt? Ja, ene keer los alleen, hè. Met die ah, wel, En een twee, wie, met wie was het gedeeld, de tweede keer? Um, eigenlijk was ik twee keer alleen, want ik ben twee goals afgepakt. <laughs> dat was de dat was antwoord op de vraag. Uh, met wie, met wie? Dus die tweede keer, voor Ajax, hè? Ehm... Um... Ik ga gokken. Roussel. Ja. Ja? ja? Bam. Amai, nu ben ik trots op mezelf. <laughs> maar eigenlijk hebben ze... Ik had 23, of 24 Of vierentwintig hebben er met twee afgepakt. Ik heb ze gemaakt, hè. Ik weet nog... Ik weet en dat nog toen, heel goed, want ik had Roussel Marge. in de megascore en die zonk. Dat zijn fout hè. Ja. <laughs> Hij is niet aan het rechtzetten, zetten. ik wil dat hier allemaal even zeggen. Ik, ik, ik spreek zo, maar dat is mijn humor. Hè. Ik ja. moet dat soms af en toe eens <laughs> uitleggen. Maar, maar um, um, uh, ik schoor het twee keer tegen Lommel. Uh, in het begin van het seizoen. En op het einde van het seizoen werden die failliet verklaard. Ah, ja, dat wordt dan Mark, Mark Volders ja, stond toen, ja. toen nog in de goal. Um, <laughs> je, je zegt alsof je daar iets mee had afgesproken. Uh, nee, uh, um, dat, Ik zal je zeggen, Mark Volders is later, um, Lommel en Moes -Kroen, allebei wat hij gespeeld heeft, failliet gegaan. Alle twee. Die moet nog wat geld verdienen. En uh, die, ja, die moet nog, maar die gaat dan nooit niet, <laughs> nee, niet nee, gatten nee. waarschijnlijk. En uiteindelijk is die, omdat hij van Limburg was, is die met ons op het einde van een jaar komen meetrainen Voor fit te blijven. Dus die was vierde keeper of derde vierde keeper. En ik vond dat wel ja. een toffe, toffe gast. Nog altijd. Die komt regelmatig tegen. Dat zijn twee. Maar omdat ik het weet eigenlijk. Twee fantoomgolen. Die zijn ooit gemaakt, maar die tellen niet. Die zijn opgegaan in de Ja, ze staan op beeld ook. Hè. Het is niet ja. dat ze niet gemaakt zijn. Nee, maar wij geloven nu, dus, hè. Je ja. okay, krijgt ze. Ja. Dankjewel. Maar ja, goed, ik liet dat niet wakker Belt Bel jij hè? Ja, ja. Sorry, Cedric. Uh, na Genk van Ajax, maar ik vond het een heel goede vraag. Het was dus van Laurens. Was Sonk niet eerder een PSV of Feyenoord-spits? Misschien wel, maar ze hadden mij beloofd om 4-4-2 te spelen. Bij Ajax. Uh, en nu, Koeman dan. Ah, beloofd, Dan word je, je dat toch gezien. naïef. Ja, je belooft in de transfergesprekken. Ja. Het straffen is dat wij in de Champions League heel vaak 4-4-2 spelen. En zijn dat nu... jij bent topschutter van Ajax, dat is het eerste seizoen in de Champions League. Ja, dat weet ik. ja. 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 ja maar ja, dat zijn dingen die ik wist ik, ja. ik zeg het hij in het algemeen erbij, voor ja. de ja. 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 de ja. ja. Hij ja. heeft het ja. meegemaakt, ja. ja. natuurlijk, ja. weet hem dat. Ja. Mag ik iets niet zeggen? Of een rare vraag stelt hij Ik ben daarbij, ja. hoor. Ik wou het in het algemeen zeggen. En ik ga er ook wat bij zeggen van die vier gole drie tegen Club Brugge. Ja, dat is gemakkelijk, hè? tegen Belgische ploegen ja. En we hadden je onderbroken. Nee, 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 grapje, nee, 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 nee. grapje. Dus man. Koeman zegt... Nee, de, de, dus in die transfer... Um, in die transfer werd dat aangehaald, dat we, omdat ze mij gezien hadden en dit, en ze geloofden in mij. En, en ja, ik kende dan niet en ik kende niet die gasten. Ik kende Kik Schneider niet en ik Kik van der Vaart ja, ook niet echt. Maar ja, je weet, als je in Ajax zitten gewoon supergoede voetballers. Dus ik en daar ja, komen er uit niks Als bij. ik daar ga shotten, zoals ik hier in België bediend word, ja, ik zeg, dan, dan moet dat wel lukken. Um, en ik weet nog goed, we zijn begonnen in het Amsterdam Tournament en we spelen ook 4-4-2. niks zo wat hangend. Ah, dat ging meteen fantastisch. Ook ja, grond ook... slaat dan. Ik... Ja, goed. Ja. Ja, soms moest ik tien keer lopen, ik kreeg er maar twee keer een bal. Maar ik stond alleen voor kot. Hè, dat wel. Maar... Um... Maar zwaait je met die hand? Zo van, e hey slaat dan volgende keer als ik loop. Nee, want slaat dan zal even teruggeslagen. Ga voilà, daarom. Slaat dan de bedenking. Nee, maar <laughs> ik moet zeggen wij, wij, wij kwamen goed overeen. Um, maar ik voelde wij spelen competitie en ineens moest ik op gaan spelen en toen wist ik al van nee dat is het niet. Want het jaar daarvoor of twee nee drie jaar daarvoor met Bossie moest ik ook in het begin op de rechterkant spelen en ik had hem ooit een keer in, met Bossie gezegd van uh, cabine binnengestapt. Wat had de binnen en ik had gezegd: ja, uh, ik speel niet meer op rechts. Ik denk dat het beter is dat je Maiko Rigi daar zet. Omdat Maiki, ja, die was een loper, die, ja. die, die was dat gewend om. Mm -hmm. Geen goed idee. <laughs> geen goed idee. Maar Koeman zag toch ook weer nergens buiten nu? Dat zijn er al twee dan? Ik ben absoluut. Ja, nee, weet. ik denk dat Koeman absoluut gewoon 4-3-3 nee. wou spelen en ja, ja, dat slaat hem om... Die zei altijd: kom maar naar binnen. Kom maar naar binnen. Die speelde eigenlijk ja. met, een linger, met een linker winger. Die of, wist dan ja, toch dat ja, de muur. een beetje... In het begin was dat Sicora of ja, uh, Mitea. Ja. En dan hebben ze het tweede jaar een Tom gehaald. Maar was moeilijk voor Tom. Wat dan een rode kaart is gepakt. Niet zo, en toen heeft hij bijna nooit meer gespeeld. Maar ze weten dan toch dat ze toch de transfer. Hè, we zijn zo'n bij Genk. Een klein beetje vermoorden op dat moment. Als maar dat niet eerste gaan jaar. Niet want kwaliteit. ik kwaliteit. Je speelde vaak bij de rivaliserende ploeg. Behalve bij de Ajax. Ik heb een shirt van u en zo. Ik was er echt van. De eerste jaar scoorde jij wel veel. Herinner ik me nog. Uh, ja, eigenlijk. Alleen zo zit dat toch in mijn hoofd. Ja, en dat redelijk... is dat een misperceptie dat het dan wat mislukt. Ik heb ik, het eerste jaar, heb ik denk ik twee of drie keer echt in de spits gestaan. Echt in de spits. Maar je hebt dubbele cijfers? Dat weet ik niet meer. Ik, dat weet ik niet meer hoeveel ah, ik ik, dat Ah, uh... hier. Ik zal het u nu eens zeggen. Wesley, gaat dubbele cijfers. Dat kan niet. Tien. Maar de kiezen. Dubbele cijfers. Allee, op training zie je ook. We gaan mee in de spits spelen en je ziet zo'n Slater aan nee, dan... bezig. Wat denkt er dan? Ja, oké, okay, nee, nee, het is hier kans. voor mij gedaan? Nee, geen kans. Als je met 4 d3, dat is geen kans, hè? Want Slatan was waanzinnig. Ja, maar gaat daar ook nog mannen achter? Bijvoorbeeld, je zou denken, je kunt op een 10, een valse ja, 4-9 spelen, maar dan met een offensieve ja. middenvelder. Maar slash hangende spits was dat dan meer? Maar dat hadden van der Vaart of zo. Ja, dat hadden Snyder en ja. van der Vaart, ja, oké, okay. ook al gedaan. En dan hebben ze een, een plekje gezocht. <laughs> maar dat ze nog, en toen hebben ze het jaar nadien hebben ze Rosales gekocht ja. op de rechtsbuiten buiten uh, Argentijn, die Olympisch kampioen was geworden. Ja. En toen wist ik, het is over. En Zlatan, dat wist ook meteen: van ja, daar kan ik niet maar tegen nee, beginnen ja. vechten. Ja. Dat is toch duidelijk geworden in zijn carrière. Ja, maar je bent toch ook wel iemand die veel zelfvertrouwen heeft. Ja, maar de, ik ben ook zelfvertrouwen. Je moet dat hebben als speler, want dat is zeer belangrijk. Ook als minder, moet moeten vertrouwen in u, u blijven. Maar je moet ook niet, niet rond de pot draaien. Als je mannen ziet die veel beter kunnen shoten dan u. Waarom wijst je naar mij? Ja, je, omdat ik de lat heb. Je even slaat dan aan ja. je lengte. Dat ja, dat je slaat een een slaat-eske beweging. Dat zo. Zit er niet in. <laughs> Hoorde je die nog? Ik heb hem de laatste keer gesproken in Parijs. Dat was niet te doen. Hij dus wist wel wie hij was. Ik speelde toen nog in Parijs en hij uh, um, zei: Hey Sonkey, how are you? En ik zei: ja, Goed, goed, en met u, oh, top. En, uh, en ineens kwam daar een meute journalisten af en Je kent hem, hey, don't touch me, don't touch me. Zo is hem dan. Ja, ja. Nee, dat was niet, dat niet was plezant. Dat was niet, ik heb ooit eens naar PSG in het geweest om Maxwell te interviewen. Ik was daarbij, um, toen had hij lichte blessure. Toen heb ik hem niet kunnen spreken, omdat we ook maar een bepaald aantal tijd in die, op dat trainingscentrum... Ja. Um, maar... Uh, het, ik ben nog eens geweest, ik ben twee keer geweest. En toen trainde hij wel mee. Manneke, ik, De Gunther, Gunther van uh, Stijhard. Ja. Wij, eigenlijk zei Ja, Gunther van, uh, van Stijhard Die zei... zouden we niet proberen toch te filmen met een GoPro of zoiets? <laughs> Ik zeg Gunther, en na de training, dus er kwam een voorzet in een wedstrijdvorm. En die bal komt van de linkerkant, en in principe zou hij met links in volheid trappen. Uh, als je Gunther ooit ziet, moet je hem dat eens vragen. En die, dus die stond stil, en die hakte met zijn ja, rechtervoet zo'n bal pak tegen de paal binnen. En hij dacht, dat kan dat toch niet? Dat dus zie je nu, ik had dat moeten filmen. Ik zei, Gunther had het <laughs> nooit niet meer nooit niet meer kunnen nooit kunnen meer binnen binnen raken, nog als je nog, nog. nooit van ze leven zijn dat was met Snyder ook ik heb nog nooit zo'n kleine Wij noemden die de smurfen hmm. Op de teledubbies wat dat toe hè. <laughs> de Snyder van der Vaart de jongen, Jongen die gaan maar ja wij konden er lachen We speelden ook dikwijls belgië holland hè, op de training hè vier tegen vier of vijf tegen vijf Oei, dat moet dan een zware dommer geweest ja die mannen verloren <laughs> dikwijls. hè mocht dan die Jelle van Damme vragen en dan een Tom de Mullen en zo hè. die mannen verloren dikwijls. Hè. Maar jong, dat geloof ik niet. Omdat vierde die, die contacten, joh. Dus, oh wacht. <laughs> ik, Thomas Vermalen, Tom de Mul, Jelle Van Damme. Ja, van, tegen. Van der Vaart, ja. Snijder, De okay. Jong. Ja, maar wie, wie denkt dat de Belgen gaan toch voor elkaar alles doen om tegen die mannen ah, te winnen? Ja, ah, gewoon ja, daar maar iets in stoken. Tuurlijk <laughs> <katemakje. laughs> dan. <goed>. Tuurlijk, Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Slim. <laughs> dat, tuurlijk. Met Klein-Golik is alles dicht. Nee, nee. Dus Lobon stond bij ons in de goal en Maarten Stekelenburg bij hen. Toffe, toffe toffe matchjes. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja, dat... echt, maar altijd vriendschappelijk wel. Nooit trappen op elkaar en dan niet, hè. Maar wel... Ops. Zij, Zij onderling ja, wel. Ja, die kunnen, die, die kunnen roepen, jongen. Die kunnen zagen ja. hè, tegen elkaar, hè. Als die achter staan. Ja, ja, is waar. Maar dat zeggen ze dan, dat, de Amsterdamse kleedkamer. Maar, ja, maar Wat ja, is ja, dat dan? Gewoon zeggen, ze ze zonk gewaard, het... keis licht ja. vandaag. Ja, ja. Dan zeg ik, ik ja, het gelijk. Ja, ja, ja maar <laughs> dat is ook zo. Die, die mannen zijn zo. Dat is ook... echt. Ja, ik geloof ik, ik kent je een beetje de Amsterdamse mentaliteit, nee? Uh, ja, jawel. Pff, ik Ga daar regelmatig naartoe. Not easy, hè? Nee. Zeker niet in de kleedkamer, hè? Want iedereen denkt, oh, cool, en dan ga ik Amsterdammer en ga dit, just niks, ja. Maar ja, dat is toch ook gewoon als je vanaf het moment dat je de stap naar echt top zet, is het toch niet meer met vrienden en toffe sfeer en nee, dan is dat niet niet. toch voorbij sowieso? Er, overal. overal is gewoon grote ploegen. Uh, of je moet drie smertes noemen hè? die is overal graag gezien. Uh, ja, maar die zegt toch ook altijd van op een gegeven moment is, ze af, hè? Ja, is het een concurrent en geen een vriend meer. En dan kun je er wel een goede collega, maar geen een vriend meer. En als je ze uh, klein zet, zijn, zijn de vrienden. Ik denk toch? dat ik in het voetbal echte vrienden op mijn hand kan tellen. Als je nu iemand nodig hebt, belt erna. Dan zullen er misschien vijf zijn, misschien vijf, zes. Ja, ja ik, ik begrijp dat ook. En zeker bij een club als Ajax, ik denk dat we dat niet kunnen vergelijken met Belgische clubs. Nee. Dat is nog anders. In alle clubs in België die dat zeggen, van we willen zoals Ajax, dat gaat niet. Stop daarmee, dat gaat niet. Die mannen die hebben dat cultuur van, wat is het, de jaren 70 tot nu. Anderleg had dat in de jaren 70, 80. Hè. Mm -hmm. Maar dan ineens, ja, oké, okay, Amsterdam, ik weet ook niet, kruif die daar... Ja, dat is het toch gewoon. Ja, maar dan ja, hebben ja, ze toch een voorsprong genomen en dan grotere... Ze slijven ook vernieuwen, Arena, meer budgetten. Ja. Maar ja, Amsterdam is ook het... Ja, budgetair is toch groter, hè? Is ook meer hmm. hè, dan alleen een afzetmarkt. Ploegen zoals Anderlecht Brugge, die zou dat toch moeten kunnen, dus toch. Maar, maar, is, ja. maar PSV is ook niet Ajax, hè? Snap wat ik bedoel? De, ja, de maar, naam. Ja, voilà. Wat ik hoor is P dat, dat abonnementverkoop, bij eigenlijk gewoon uitverkocht is, dat dan een wachtles is van bijna 20.000. Dat die de helft van hun tijd mm -hmm. eigenlijk nog eens zouden kunnen verkopen. Dat mm -hmm. dat gewoon een wachtles is en dat je mijn familie het, ja. Mocht doorgeven dus dat je er eigenlijk abonnement bijna niet in komt, dat is toch ook ondenkbaar bij bijvoorbeeld nu Club Brugge? Hoeveel fans die ook hebben. Het is ja, toch een verschil. Is... Ja, inderdaad. Ja, dat is niet evident. En... Hoewel Brugge wel bezig is om dezelfde ja, ja. voorsprong... Dezelfde voorsprong binnen te nemen als Ajax. Ja, dat wel. Um, ja, en dat ze dan met veel Hollanders doen, dat is nog strafst. Ja, dat is ook waar. Ja, ik denk niet dat De het meer is, maar ik denk wel... En, en dan gaan we misschien terug naar dat begin... Ja, bij Feyenoord of zo hadden ze een zonk wel helemaal aanvaard zoals ze mis, namelijk in de punt. En dan wist je toch bij Ajax dat dat minder ging zijn, denk ik. Maar ja, oké, okay, die clubs waren er misschien op dat moment niet. Hè? Um, maar dat, dat lijkt me meer een club die bij u zou passen. Eigenlijk kwam ik in die periode naar Sevilla gaan en niet naar Ajax. Sevilla, jong. Dat kon niet. <laughs> dus jij had gewoon random. Ik kon naar Sevilla. Was te nee, daar, ik, ik kon naar Hertha Berlijn. Toen een heel grote ploeg in Duitsland. Ik denk dat Bart Goor daar toen ook speelde, denk ik he, nog. Uh, Sevilla. Bit is of, of uh, dat weet ik niet meer. Maar hey, ik, 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 ik zei: ik wil naar Sevilla. En toen zei Jos Vasel 10 miljoen euro moet je geen kosten. 10? 10, 10 miljoen euro en twee, wacht, in 2002? Twee, ja. Okay, nee. Maar men heeft eigenlijk wel 10 miljoen euro. Nee, nee, nee. Het jaar nee. Nadien, nee anders had ik vrij speel. Hè, het jaar nadien, ja. Dus hebben we moeten halveren. Maar, maar dat is toch straf? Ik, ik wou graag in Spanje voetballen of in Engeland. In Engeland was het altijd huren. Huur, huren. Dat wou ik niet. Zeg, ofwel kom ik hier definitief. En, of en ik wou echt naar Spanje. Dat is niet doorgegaan. 10 miljoen. Nu zullen ze 10 miljoen komen brengen. Cash ja maar ja, je, je lacht daarmee maar ja sorry. omdat je het grappig zegt ja, ja sorry dat, ik, dat is waar. ik ik lach daarmee dikwijls, maar ik lach dikwijls in mijn eigen ja. ook maar ja als er Frank's Wolfsburg 8 miljoen hier geen probleem nee, Ja, ja, ja bedoel dat bedoel ja, ik nee, nu. Goeie hey, het is 20 het is 20 jaar later ik snap dat ook wel maar eigenlijk wordt er nu betaald op potentieel en ik vind niet dat dat kan nee, klopt. dat maakt ook de markt kapot dat is een heel nee eigen... dat misschien wel jawel, net niet jawel je moet spelen op prestatie en dan betaald worden op het einde van het seizoen hè, als je als je premie krijgt voor eerste te zijn dat je dan dik betaald wordt ja want dan gaan clubs ook niet in de problemen komen nee, okay. misschien onthul ik nu een, een vreselijk geheim of zoiets maar dat is niet je krijgt een, een nee, nee. mooi loon en hoe beter dat je speelt als ploeg hoe meer dat je betaald wordt europees voetbal patat, premie ervoor maar dan je weet weten ook als club dat je dat geld binnenkrijgt nu wordt er zoveel geïnvesteerd. Ik, ik, vorige week Barcelona heeft 1 miljard schulden. Hm. Ja, ja, maar dat, allee, ja, als, dat naar, is voor een andere aflevering, maar... Kijk Ik heb net het huishouden van Anderlecht. Hoeveel spelers had hij nog moeten dumpen hey, in zo je, januari? Je, dat is allemaal als je, als je te veel. Als de spelers he? mega veel betaald ja. in transfer en loon. dan zit dan, u dan, dan, vast. En, en geldt dat een. je ja, hebt een keer een, een slecht jaar of twee slechte kan, hè? Mm -hmm, tuurlijk. Ja, of een coronacrisis. <laughs> Bijvoorbeeld. Zwaar? Kijk, een goede bondscoach van de U19, veel wijzer raad. Oei, dat is toch waar? Als je dat zegt tegen die mannen, dan kan hun helpen in hun carrière. Die denken, jongens... zijn. Die, ja, denk, die, die, denken, gaan, je... die gaan toch gewoon zeggen: tijden zijn veranderd. Ja, die gaan zeggen: carrière, tijden zijn veranderd, natuurlijk. jij wordt oud, jij kunt dan niet meer. Zo zijn die mannen. Had jij liever nu voetballer geweest? Nee. nee. Ook nee. niet door het financiële. Nee, ik heb dat nooit, uh, nooit geprimeerd. Maar. Nooit, 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 nooit. Voetbal moet doen omdat je het graag doet. Hè? Uh, je... Nee, dat, dat is zeker waar. Maar ik ja, ken Sorry. wel weinig grote duivels die nu niet gaan binnen zijn. Gewoon. En, allee, ik wil niet over u financiële ja, situatie oordelen. Nee, ja, uh, ja, in die tijd was dat anders akkoord. nog. Ja, maar, allee, je, je, zelf... maar, maar goed, we moeten dan denken van de mannen zoals Frankie van der Els, Keulemans, Gerrits. Ja, wat moeten daarvan zeggen. En ja, je moet nog altijd iets doen met je leven. Dus uh, geld tellen alleen. Doe denk ik doe heel graag dat wat ik nu wordt. doe. Ik ben gepassioneerd door voetbal. En geld is in, het, in mijn... Voetbalcarrière nooit een drijfveer geweest. Want ik zat in Gladbach een keertje en daar heb ik een aanbieding gehad om zes maanden in Rusland te gaan shotten voor 800.000. Ik heb het niet gedaan. Dat is raar, want bij Gladbach speelde je niet veel. Hè? Maar ik zeg je toen net dat geld nooit een drijfveer geweest is. Nee, maar 800.000, gewoon zomaar, op zes maandjes. ik bedoel, spelen, want bij Gladbach 2,5 jaar is uh, niet ja, zoveel matchen. Dat... Dus dan zou ik denken: ja. ik wil spelen. Dat was een en die fantastische 800... periode in Gladbach. Ja, ik Om had tegen Evert gezegd, wat vond je daar zo leuk aan Gladbach? Uh, Carnavallen uh, Heb je daar uh, toch elk jaar? Carnaval in Gladbach? Dat is bekend, hè? Uh, ja, Gladbach, Keul, ja, Düsseldorf. Dat was wel iets te beleven. <laughs> uh, nee, dat was een um, sportieve drama. <laughs> <Ja>. <laughs> maar gewoon ook sportief. Met tweeënhalf en en jaar, hè? Voor de club, hè? Meer dan, was twee jaar en acht maanden of zoiets. Ah, okay. Ik heb daar nog liggen dabberen in een beker en beginnen, hè? <laughs> Moet je niet vragen hoe groot dat die club was. Hè. Die hebben daar ineens vijf internationals gewoon in een B-kern geduwd. Wie dan? Ja, toch niet slecht verdiend dan. Sverkos? Als man die... Van wat kende jij Václav Sverkos? Kom, dat is een goede quizvraag. Hè. Ah, Ik heb er nog EK, een. EK, hoeveel? 2004. Nee, 2008. 2008. 2008. En je kent hem door. Oh, ja. Wat heeft hij gedaan? Ik weet het niet meer. Als eerste een doelpunt gemaakt met Tsjechië in 2008 op het EK. Wat dat? Dat was met een spitsbroeder toen en die... Hop. Nu nee, hebben we het niet meer nodig, B-Kern. Zee Antonio, Portugees International, niet meer nodig. Berent, niet meer nodig. Um, wie zat daar nog bij? Uh, zo denk nog één. Wie was er nog? Ja, maar dan, dan hebben zo'n club toch gruwelijk heel ge maar, veel dat, geld. Sportief, en dan heb je sportief, jij toch ook al verdiend? Ik je zeggen, ik heb daar vijf trainers gehad op twee jaar en acht maanden. Vijf trainers, drie sportief directeurs. En volgens mij meer dan 45 spelers zijn de revue gepasseerd. Pataat. En nu, en nu staat nu. En wij altijd maar zeggen dat je. Continuïteit en, en dat dat belangrijk is en, en dat je... Ge... Ja, we zitten nu aan om de twee speeldagen een ontslagen trein. Ah, ja, dat is dus... onwaarschijnlijk eigenlijk. Ja. Dat nu dat we het ook... over trainers hebben, een vraag van Robbe. Heb ja. je al eens een aanbieding gekregen om T1 te worden? Wasland-Beveren toch? T1 in een eerste klasse of T1 in, in ergens anders? Ergens. Ja, je hebt het nu beantwoord, dus ergens anders dan, denk ik. Nee, maar, maar ergens anders in... in... Ik, ik denk ben niet. T1, hè. Ja, ja, ja nee, okay. bij een club, bij een club. één ja. van uh, de, ja, de jeugd, zei het wel, dus. Ja, ik ben van de 19. Ja, ik weet... niet meer. Ja, wel, Ik heb al uh, aanbiedingen mm. gehad, ja, om, om t één te worden. Maar waarom dan niet? Ooit gaat je toch eens moeten gaan en ik oké, okay, ik ga waarom? ervoor. Nou, ja, ja, zegt... vind nee, ik nee. dan al laten dat je zegt: ik wil absoluut niet. Al ambitie niet. Je uh, hebt daar net iets gezegd. Om de twee speeldagen wordt er één ontslagen. Ja, krijg je een uh, cool, ontslagpremie? Ja, en dan. Ik zeg net dat ik niet voor het geld uh, speel. Maar wat wil je dan? Want T2 dan ook niet? Want ja, die moeten ja, wel ja, vaak okay. mee. Hè. Maar um, ik denk dat ik toch met heel veel mensen heb samengespeeld, die trainers zijn geworden, goede trainers, minder goede trainers, dat je toch kunt zien hoe dat je het moet doen, hoe dat je het niet moet doen. Als je mijn periode van Gladbach, dan is het zo dat je het absoluut niet moet doen. <laughs> niet. Geen continuïteit in de ploeg, in de, in de, in de trainers. In de, in de bestuurskamer niet. Um, zo moet het niet. Want dat zo gaat je in België nergens kunnen afdwingen bij een kleinere ploeg, continuïteit. Dat is zo resultaatgericht. Ja, maar dat, dat is het er ja. net. W wanneer wanneer ga je resultaten afdwingen? Ja. Dus je gaat dat niet worden? Dat weet ik niet. Hè? Moeten dus we het zeggen? Ik, ik kan de toekomst <laughs> niet voorspellen. Hè? Nee, maar als ik u nu zo hoor, denk ik dat het er wel een heel Eraf, project moet zijn voordat jij zegt. Oké, okay, ik commit mij voor langere maar tijd. Wie, okay, ik zal een vraag stellen: aan u. wie is een enige trainer, of misschien noem maar drie trainers in België, die zeker echt zeker zijn van hun job tot het laatste van het seizoen? Compagnie. En dat waarom? Dat, is, dat dat uitzonderlijk is. dat zo en Waarom is hij uitzonderlijk? Ja, omdat hij nu nog een grootsheid van Anderlicht is en een internationale carrière nee, heeft maar, gehad. Zie, ziet je dan als speler of als trainer? Die pakt zijn aura van speler mee naar trainers. Dus dat wordt eigenlijk anders bekeken dan. Ja, dus zou wel. ik dat dan ook mogen hebben of niet? Jij bent al te lang gestopt. En ja, ziet u, dat, dat, ja. dat is En jij bent toch niet zo'n clubman? Nee, ja. ja. Maar wat is een clubman? Ik... Ja, Company is een clubman. Hij heeft in België voor één ploeg gespeeld. Komt vanuit de jeugd, van toen hij heel klein was. Komt nu terug. Kan eigenlijk onder zijn niveau. Dat, kan sowieso hoger beginnen. Dus dat spreekt. Bij toch... u zou dat dan toch meer een race in Genk moeten zijn waar ze heel goede herinneringen aan u hebben. Daar zouden toch kunnen instromen in de staf sowieso? Daar en daar heb je op? wel een Spitsen project, denk ik. Ik heb dan de jeugd gedaan, ja? ik ja. vond het dan max om te doen. Ik vind ja. dat omdat je de jeugd heel veel kunt bijleren. Ja. Maar ik snap het wel, dat je niet te één wilt worden als je weet dat je na drie maanden weer buiten ligt. Dat snap ik. Maar ja, dat is niet van, dat mag je niet, met, met dat idee mag je niet instappen natuurlijk. Maar het is toch wel een bewijs nu tegenwoordig dat het niet evident is om trainer te zijn. Zeker Allee, Ik keek naar Ian van der Hagen. Ik heb ja, deze ja, week nog gefeliciteerd met zijn 50 of 51ste ja. verjaardag, denk ik. Zeg, je proficiat mee verjaard. Je hebt toch wel jaren samengevoetbald als jouw ploeg. Patat wordt hij het op, op, op de dag na ontslagen. En nu zit hij al bij Cerkel. It's quite strange. Ja, klopt. My opinion. Ja, en hoe dat, dat gelopen is, dat is echt, echt, straf. Maar ik zou het wel willen zien. Wat bedoelt je? Jij als T1 voor zo'n groep, een goede mix met wat jong talenten en een club die wat geduld heeft, kun het wel zien? Ik denk dat wel dat jij een gast. Nou, dat is geen Die jonge mannen, 2020, 20, hè. Wil ik? Wel een fantastisch record neergezet met onze, met onze staf in 2020. Oh, geen één. Eén match gespeeld, één gewone. Opa. <laughs> maar ik heb gehoord dat dat vooral La, van, van, van mij zijn. Wacht, toch, toch, tot de bijna nee, afronden. Ik dacht vooral dat dat van mij zijn verdienste was, maar bon. Uh, <laughs> Erik is altijd de rust zelf. <laughs> ja. maar maar wil, wilt je nog eens terugkomen om, om over de U19 te spreken? Want maar, ik had dat ook nog voorbereid, maar het is nu. Times en dan op. ineens, ja, het is Times Up. Is dit? Ik dacht dat hier altijd... Ik zou hier afleven met met, met, met met al die mannen, dat het twee uur duurde. Ja, nu dat we den, den de overstap naar televisie hebben gemaakt, moeten we binnen de tijd proberen... Oké, okay, dat kunnen we, we kunnen ook. Als jij wilt, kunnen we ook de televisie nu afleven en dan doen we nog door okay. voor YouTube. Maar ik zou ook graag misschien hebben dat je nog eens terugkomt. Ah, oké. Okay. Ik denk dat dat leuk kan zijn, nog eens terugkomen. Heb ik iets te vertellen misschien? Ja, dus... Ja. Het voelt aan als een kwartier. 60 minuten. Ja, ik heb op. ook al wat meegemaakt, hè? ik kan er ook. En mee ik aan moet doen. nog het EMI-hoofdstuk ah, ah. moest ik nog aan beginnen. <laughs> <laughs> maar wel één vraagstuk dat we nog hadden. Dat we hebben nog één vraagstuk dat we nog hebben. Je bent nu ereburger. Ja. Wat houdt dat in? Allee, wat wel, moog, dat is een goede vraag. Wat mocht jij mee? Mocht jij ergens gehandicapte plaats gaan staan? Uh, oh, zeg maar, dat, dat, soort dat, zou, dat zou de laatste dagen heel goed van passen. Ja toch? Um, ik, uh, ik ken de burgemeester ook heel goed, van jongs af aan al. Ja, goed, ik denk dat iedereen iedereen kende, Nienoven. Uh, <laughs> um, het eerste wat ik haar vroeg, en dat was ook een grapje, maar mensen snappen dat niet dat ik zo'n humor heb. Ja, als, als ik zo dingen vertel, is ze van: moet ik hier nu belastingen betalen nog? En? Ja, ze wisten precies niet goed wat zeggen, maar ja, ik zeg dat ze een grapje. Hè. Ja, hun grootste belastingbetaler die zou wegvallen. Dat zou de gemeente niet overal pijn doen. Ja, dat gaat hoho. Uh, oh. Goed, we moeten afronden, jongens. Oei. Maar het is deel 1 met 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 Wesley Song. Moeten we dat afspreken? En geen emigrantjes in deel gaan 2. Gaan we dat zo afspreken, gaan we dat... Uh, Frankie? Guido? Evert, wil van... jij uh, verraden wie onze gast volgende week is? Uh, ja, met alle plezier. Senna Miyange van Eupen. Top. Jongens, we hebben. Wesley, merci. Dat is straf, jongens. Gewoon stoppen niet. Zeg na een uur. Boom, sorry, Dat Wesley. Moet. Kut. <laughs> Goed. We <laughs> Kijkers en luisteraars, Tot volgende week. Tot de volgende keer, hè. Deel 2 en 3 komt ook nog. Yes, drie ook nog. Kom op. <laughs>